Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een heel mooi bloemstuk voor jullie op een mooie schaal. Ik heb hem in het donker en in het licht. Echt prachtig. En we gaan hem vandaag weer op een hele aparte manier opmaken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt onder een kopje cursuspakketten. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Zoals zij kan je hem in twee verschillende variaties bestellen. Een donker en een lichtere. En beide is mooi. Ik ga de bloemstukken straks ook even laten zien op beide. Ik ga nu voor het lichte, maar de donkere is ook mooi. Ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen. Het is een soort polystone, dus echt mooi van materiaal. En we gaan met kleine oase rondjes werken, maar daar gaan we torens mee maken. Waardoor we hoogteverschillen krijgen en een heel apart bloemstuk. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb steekschuim natuurlijk vol laten zuigen met water. En ik zet het straks op verschillende hoogtes zo op mijn stuk. Deze moet ik nog even vol laten zuigen. Dat kun je zien. En deze heb ik al gedaan. En dan steek ik er even aan prikken in. Zodat die goed stevig op elkaar staan. Klip ik ook gelijk weer af. En dat doe ik dus op verschillende hoogtes. Let goed op als je steekschuim in het water legt. Nooit onder water duwen. Zelf vol laten zuigen. Dan heb ik alvast wat rotsplantjes. Erg mooi in bloemstukken. Kan je gewoon los gebruiken. Of eventueel in het bloemstuk, maar ook om eromheen te leggen. Als je ze op je gewenste hoogte hebt en je hebt ze vastgeprikt met een sorteerprikken. Dan gaan we de zijkant bedekken met aspiristablad. En die rol ik er gewoon omheen. En aan het eind zet ik hem even vast met een parelspeldje. En zoals je kan zien steek ik de bladeren op verschillende plekken erin. Dat doe ik zodat je de hele zijkant hebt verdeeld. Want je hebt natuurlijk een wat breder blad in het midden. En dan heb je echt alles mooi verdeeld. Anders kan het zijn dat je nog een stukje zichtbaar hebt. En dat wil je natuurlijk niet. Dan gebruik ik wat rotsplantjes, zet ik even op een prikketje of je lijmt ze vast op. Ik vind het ook leuk om enkele er zo los omheen te leggen. Hetzelfde geldt voor deze vruchtjes. Dan wil ik eventjes eromheen alvast een klein beetje mos doen. Zodat je die buitenzijde al mooi hebt weggewerkt. Je bent echt maar een heel klein beetje nodig, want je vult ze natuurlijk voor de rest op met de bloemen. Zijn mooi, ja, ik gebruik wat mooie vrolijke kleuren en ik verdeel het er mooi in. Let goed op dat je de bloemen goed schuin aansnijdt, altijd heel belangrijk. Ja.
Dan voeg ik er nog eventjes voor de zomers een mooie vlinder aan toe. Prachtig. En dan hebben we echt een heel mooi bloemstuk. En op deze manier maak je een heel vrolijk, maar bouw je het ook gewoon echt heel mooi op. Dit kan je eigenlijk op heel veel manieren gebruiken. En vind het dus echt heel erg leuk. Je kan er van alles nog omheen doen. Schelpen in de zomer. Ik heb nu wat warmer opgemaakt, maar wel heel vrolijk. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonderbloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En je kan hem dus bestellen met een lichtere of een zwarte of een donkere schaal. Het is geen zwart, het is anthraciet. En ik zal ook dat even laten zien hoe dat eruit ziet. Je kan ze het beste na het steken even laten uitlekken. En dan daarna terugzetten op de schaal. Is ook echt prachtig. Ja, beide zijn gewoon heel erg mooi. Ze staan apart in onze webshop, dus daar kan je ze bestellen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet me vooral niet te volgen op Facebook of Instagram. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!